Als burgemeester van Helmond ben ik enorm trots dat het bedrijf van Den Oude, Ferromofiet, een vestiging daarvan, hier in Helmond gevestigd is. Dat is een bedrijf waarin mestkorrels geproduceerd worden en ook gedistribueerd worden. Want het is een prachtige plant hier in Helmond. Helmond staat bekend voor zijn foodcampussen en dit voegt echt aan het vestigingsklimaat van Helmond wat toe. Maar niet iedereen was even enthousiast, omdat ze dachten van nou, zo'n grote plant, zo'n productie van mestkorrels, zou dat niet veel stankoverlast hebben? Nou, niets is minder waar. Het is echt een enorme investering geweest van Den Oude Groep om met de omwonenden hier in contact te komen om te zorgen dat er geen milieuoverlast plaatsvindt. Helmond is het centrum van de peel en bedrijven als Ferromofiet, die hier dus gevestigd zijn, kunnen echt bouwen op een hele vruchtbare grond. Er zijn veel foodproducenten ook in deze omgeving gevestigd en samen veroveren ze eigenlijk de wereld op het gebied van voedsel en voedselmogelijkheden. Zorg gewoon dat je je producten goed vermarkt. En dat je een oplossing hebt uiteindelijk voor de wereldvoedselproblematiek. Want de wereldvoedselproblematiek, de mestkorrels, zullen zorgen voor een vruchtbare bodem. En die vruchtbare bodem geeft een richting van een oplossing voor ons voedselprobleem. Nou, het is met name ook de uitstraling van Ferromofiet en Den Oude. Het is een prachtig familiebedrijf wat 95% van de productie hier exporteert naar andere delen van de wereld. En dat is natuurlijk voor Helmond een mooie parel in de peel, zou je kunnen zeggen.